Afgelopen week nam Seppe Meijer zum Slochteren afscheid als kinderburgemeester van Wageningen. Ik vind het aan de ene kant wel jammer dat ik moet aftreden, maar aan de andere kant denk ik ook wel dat het me rust geeft. Ik ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen van de gemeente Wageningen en ik heb er heel veel van geleerd. Aan het begin van dit jaar heb ik als kinderburgemeester meerdere dingen gedaan, zoals de opening van de Wageningse Cultuurzomer, een Wageningse stripalbum overhandigd, een Sinterklaasfilm gemaakt en het Vrijheidsvuur ontstoken. Ja, nog veel meer dus, maar ik hou het hier even bij. Nou, dat vond ik allemaal heel erg leuk. En aan het begin van mijn jaar had ik een paar speerpunten. Dat waren een kinderraad organiseren, meer voor het klimaat was het toen nog, er stond niet in klimaatlessen, en een kinderstraatmuzikantenfestival organiseren. Nu heb ik eenmaal de kinderraad georganiseerd, zijn er meer klimaatlessen op scholen gekomen. En 27 augustus komt de eerste kinderstraatmuziekdag in Wageningen. Ik hoop dat die dan een traditie gaat worden. Naast je zorgen en inzet voor het klimaat en je inzet voor alle Wageningse kinderen, ben je iemand die veel oog heeft voor iedereen, voor anderen, mensen om je heen. En om het met een officiële term te zeggen, je hebt een, even ingewikkeld, groot empathisch vermogen. Kan je goed inleven in andere mensen. Kinderburgemeesterschap heeft me ook een aantal dingen geleerd. Als eerste dat je altijd een lange broek aan moet als je iets officieels moet doen als kinderburgemeester. En dat terwijl ik het liefst het hele jaar in korte broek rondloop. Ja. Ik heb ook geleerd om speeches te geven. Ik denk dat mijn kortste speech ooit bij het uitzwaaien van de asielzoekerskinderen was. Ja. Zij gingen toen met hun ouders een dagje naar de Efteling. En daar moest ik dus onverwacht een speech geven. Ja, daar is die foto ook van. Toen moest ik onverwacht een speech geven. En toen zei ik dus, ik wens jullie allemaal heel veel plezier, want ik had nog geen speech. Ik wil je nu alvast heel hartelijk bedanken voor alles wat je voor de stad, voor Wageningen hebt gedaan. En in het bijzonder natuurlijk voor alle kinderen in Wageningen. Dank je wel. Bedankt, burgemeester Vermeulen. Ik voel me altijd op mijn gemak met jou erbij. En ik vond je een leuke collega. Seppe krijgt als afscheidscadeau een tekening van Henk Ruitenbeek. Het is heel jammer dat je weggaat. Je was een hele goede kinderburgemeester, want jouw ideeën zijn heel slim. Jouw idee om een muziekfestival te hebben en klimaatlessen waren goede ideeën. Wat ik van jou geleerd heb, is door hetzelfde zijn tijdens een speech en oogcontact. Als ik terugdenk aan het leukste moment, dan is dat toch Roosendaal. Gewoon de lol samen. Het is heel gezellig met jou. Nu ga jij naar de middelbare en neem ik jouw taak over als kinderburgemeester. En ik beloof je plechtig dat ik doorga met aandacht vragen voor het klimaat. Bedankt voor de tijd samen. Samen met zijn muziekleraar gaf hij een vioolvoorstelling. Als we iemand een verschilmaker mogen noemen, dan ben jij het wel. En daarom hebben we besloten, met de jury, hier ook deels aanwezig, om je te onderscheiden met een jeugdlintje van de gemeente Wageningen. Omdat we dat normaal gesproken doen we dat op een speciale dag met heel veel kinderen. Maar we hebben gezegd, nou, als er nou een hele bijzondere gelegenheid is, dan doen we dat ook een keer apart. En dat doen we nu. En je krijgt het jeugdlintje dus lang niet alleen omdat je kinderburgemeester was, maar ook omdat jij als Seppe Meijer zu Slochteren om anderen geeft in woord, maar zeker ook in daad. Woord aan Seppe Meijer zu Slochteren.
Ja, dat moeten we niet hebben. Maar... Ik blijf nog altijd klimaatburgemeester van Wageningen samen met Riemer en Reinier. En ik ga me nog steeds blijven inzetten voor het klimaat. Ik zal me ook blijven inzetten voor muziek voor kinderen in Wageningen. En dat was het. Dank jullie wel.